Een hele goede morgen hiervan uit Kleurstad. Ik heb hier nog steeds een hele stomme gele muur staan. Omdat Mick me laatst op een hele hoop verschillende manieren heeft geprankt. En ik ben helemaal klaar mee. Hij heeft mijn hele huis hier opgeblazen. Dit was zeg maar helemaal kapot gegaan. Dus ik wil Mick eigenlijk terugpakken. En ik heb al best wel een goed idee hoe dat ik dat wil gaan doen. Ik zit namelijk te denken om dadelijk naar de pro te gaan. Om de pro vervolgens een potion te laten maken waar Mick hoogtevrees van krijgt. Oké, dit klinkt niet nog heel erg stom. Maar ik ga de rest dadelijk uitleggen hoe dat ik dat allemaal voor elkaar ga krijgen en zo. Weet ik het allemaal. Maar stap 1 is dat ik nu echt even de pro moet spreken. Want die moet mij gewoon helpen. En ik hoop echt heel erg dat hij dat gaat doen. Want laatst heeft Mick dus hier zo mijn deur opgeblazen. En toen gaf hij de pro de schuld dat de pro dat gedaan had. Dat heeft hij natuurlijk helemaal niet gedaan. Dat was gewoon Mick. Maar ik denk wel dat als ik dat tegen de pro zeg, dat hij me wel wil helpen. Dus laten we eens even kijken of hij thuis is. Klop, klop, pro, hallo, ben je thuis? Klop, klop, hallo, pro, ben je thuis? Ja? Giel. Wat is er? Hier, dit ding hier? Ga maar naar binnen, Ja, oké. Ding dong, ding dong, ding dong. Pro, ben je thuis? Hallo, ah, kijk, zie je wel. Hij is er gewoon, joh. Ik was al bang dat je niet thuis was. Nee, ik ben, ik was gewoon lekker thuis. Maar, Giel, je moet echt leren om die deurbel te gebruiken. Oké, vanaf nu zal ik het elke keer doen, oké? Oké. Pro, je moet misschien eventjes meekomen, want we zijn een beetje hard aan het praten. En ik moet even wat vertellen, oké? Kom. Het is verder niks ergs of zo, maar kom maar mee. Oké. Ja, is goed. Ja, weet je, ik begin gewoon lekker met vertellen. Ja, we lopen even richting Blauwstad, doen we gewoon. Oké, helemaal goed. Nou, Mick die heeft mij dus laatst heel erg vaak geprankt op een dag. Hij heeft me echt op 7 manieren of zo geprankt. Ik weet het niet eens meer allemaal. Hij heeft mijn huis opgeblazen allemaal. Kippen in mijn huis gezet. Ik heb echt een rotdag gehad. En toen hij mijn huis opblies, toen dacht ik van ja, wie was dat nou, weet je wel? Want Mick kwam echt zo van, Giel, je hele huis opgeblazen, bla bla bla. En toen zei die dus dat jij het had gedaan. Waarom staat dit blokje hier? Ja, weet ik veel. Dat heeft waarschijnlijk nergens iets mee te maken. Nee, toch? Nou, denk ik niet. Oké, maar dus hij had jouw deur of iets opgeblazen? Hij had de hele voorkant van mijn huis er wat opgeblazen. Er zat echt een mega groot ontploffingsgat daar. Ja, en toen zei Mick dus van ja, dat was de pro, weet je wel. Om zelf niet ontdekt te worden, omdat hij dus nog meer pranks op mij wilde doen. Dus ja, dat was een beetje Dus hij gooit mij een beetje voor de bus. Ja, eigenlijk wel. En wat ik dus wil doen vandaag, ik wil Mick dus terug gaan pranken. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Oké, als hij mij voor de bus heeft gegooid, dan ben ik daar wel mee eens. Pak hem maar terug dan. Oké, nou, ik heb wel je hulp nodig, want jij bent natuurlijk de potion master, hè? Daarom dacht ik, we gaan eventjes hier. Ja, wat heb je nodig? Nou, ik heb dus eigenlijk een potion nodig waardoor dat Mick hoogtevrees krijgt. Ik denk dat ik wel iets kan verzinnen. Het gaat me wel wat tijd kosten. Oké. Ja, ondertussen zal ik eventjes aan jou uitleggen wat een beetje mijn idee is. Begin maar alvast met de potion, hoor. Wat ik dus van plan ben... Germaine, Mick en Giel zijn natuurlijk verslagen. Ja. Nou, wat ik dus ga doen, ik ga hem dadelijk thuis ophalen. En dan zeg ik van, ja, ik heb ze gezien daar op een hoge berg daar in de jungle. En dan klimmen we daar ergens op zo'n boom of zo. En dan geef ik hem dus die hoogtevrees potion. En dan denk ik echt dat hij super bang wordt. En dan sla ik hem van die boom af of zo, weet je wel, zoiets. Oké, interessant. Ik ben niet echt aan het luisteren, ik zal eerlijk zijn. De kijkers hebben het in ieder geval gehoord. Mensen, dat is dus mijn plan. Maar ja, Germaine, Mick en Giel zijn er natuurlijk helemaal niet meer. Hoop ik. Ik heb ze in ieder geval niet meer gezien. Dus ja, ik denk dat als we Mick hier dadelijk zo van die boom afgegiet hebben, dat hij wel even heel erg bang wordt. Want dan heeft hij dus in één keer hoogtevrees. En dan denk ik dat het heel erg grappig kan worden. En kom op mensen, deze prank die kan gewoon. Want ja, Mick heeft letterlijk iets van 5 of 7 pranks op mij gedaan. Ik weet het niet eens meer. Het waren er heel veel in ieder geval. En ik ga er maar eentje terug doen. Dus hij heeft er dadelijk ook gewoon nog iets van 6 goed of zo. Oké, Giel, sorry dat ik niet goed aan het luisteren was. Maar ik ben niet zo heel goed in 2 dingen tegelijk doen. Ik was namelijk deze potion aan het maken voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dit is helemaal top. Dankjewel, bro. Ik hoop dat het precies het effect geeft dat je nodig hebt. Ik kan niks beloven, want hij is niet echt super goed getest. Maar als het goed is, moet dit goed werken. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, bro. Geen probleem. Oké, doei. Oké, doei. Oké, wat ik dus nu ga doen is eventjes naar Mick zijn huis toe. En ik zit eventjes te denken, is dat een goede plek daar bij de jungle? Ik denk het wel eigenlijk. Ik denk namelijk dat dat best wel een goed verhaal is. Dat ik zeg van ja, ik heb Germaine, Mick en Giel gezien in de jungle. En dan gaan we daarheen. En dan om ze goed te kunnen vinden, zeg ik gewoon van kom, we klimmen hier deze boom op of zo. En dan komt hij vast wel mee. Ik denk wel dat het gaat lukken. Oké, laten we even kijken of dat hij thuis is. Klop, Mick, hallo. Goedemorgen. Ja, hallo. Ben je al wakker? Ik ben al lang wakker, joh. Oké, je moet even snel hierheen komen, Mick, want we hebben een probleempje. Best wel een groot probleempje eigenlijk. Oké, ik ben hier. Hallo, Mick. Doe even je armor aan, want ik heb er net Germaine, Mick en Giel weer gezien, man. Oh, jee.
Jeetje. Ja, we dachten echt dat ze weg waren. Nee, dat kan helemaal niet. Ja, we hebben ze opgeblazen, ik weet het, maar ik snap er ook helemaal niks van. Ben je aan het liegen? Mick, anders zou ik toch nooit zo vroeg bij jou aan de deur komen. Normaal kom ik altijd pas in de middag. Ja, maar dit is echt het slechtste smoesje ooit. Nee, Mick, dit is geen smoesje, echt niet. Ik heb niet eens mijn... Ik weet niet... Huh? Waar heb jij je allemaal gelaten? Oh, hier. Ja, ik heb ze al. Oké, goed zo. Zo, ik schrok even. Ja, dan heb je zoveel chesten en dan krijg je dat. Maar Mick, echt waar, ik maak echt geen grap. Anders zou ik dat echt niet zeggen. Ik zou ook niet tegen jou doen, oké? Ik geloof er niks van, maar oké. Mick, het is echt zo, oké? Kom, ze zijn bij de jungle. Jij liep super vaak. Nee, maar Mick, het is echt zo. Ik ging nog heel eventjes kijken bij de basis, want ik moest even wat blokken hebben om zeg maar die prank van jou op te lossen met al die gele blokken bij mijn muur. Daarom liep ik erheen. Al die gele blokken, je had me betrapt. Ik had kom kijken dan, kijk. Wat? Ja, hier staan toch een hele hoop gele blokken. Een hele hoop. Ja, die heb jij daar neergezet voor die prank. Ja, oké, nou, het kwam erop neer. Ik had geen enkel paars blokje meer over, dus ik moest gewoon paarse blokken hebben. En ik had toen gezien dat er daar een hele hoop paarse blokken stonden. Dus ik dacht van, nou, ga ik ze daar even halen. Je had letterlijk kunnen zeggen de hacker of zo, dan had ik je nog geloofd. Maar Mick en Giel... Zo, de hacker, die hebben we echt voorgoed uitgeschakeld. Dat lijkt me niet dat hij nog terugkomt. Nee, gemene Mick en Giel niet dan. Nou, dat weet ik dus niet. Ik heb ze toen net gezien. Ik was daar gewoon blokken aan het... Oké, we moeten trouwens wel opschieten, want... Wat? Ik geloof je. Nou, oké, goed zo. Kom, we klimmen hier gewoon op en dan gaan we gewoon even vaart maken. Want ja, we mogen echt niet hebben dat ze ons zien. Oké. En we mogen helemaal niet hebben dat ze ons snappen, weet je wel. Waar komen ze dan? Het was echt zeg maar richting dat huis. Ze zijn zeker al lang weg. Hoe lang geleden was dit? Ik denk een minuutje of 10 geleden. Ik ben gewoon meteen naar jou toegekomen, want ik dacht van, ik moet dit echt niet alleen doen. Oh. Echt? Zo is het echt gegaan. Ja, zeg maar daar zo richting dat huis. Was het niet gewoon de pro? Ben je niet gewoon... Nee, 100% niet. Ik zag je grijze skins. Het is echt zo, Mick. Oké, ik geloof je. Oké, goed zo. Kom, we gaan hier omhoog. En wat we misschien het beste even kunnen doen, is even een stukje die kant in lopen. En dan even op zo'n jungleboom klimmen, zodat we even een goed overzicht hebben waar ze nou precies zijn. En dan zien wij ze ook eerder dan dat zij ons zien waarschijnlijk. Oké, wacht wel even. Ik ben niet zo snel als jij. Oké, kom maar. Oké, Ik ben er. Oké, goed zo. We gaan hier eventjes dit weghakken. Gaan we omhoog. Kom maar. Ja. Oké, we moeten even een hele hoge jungleboom vinden. Maar die moeten wel een klein beetje verder die kant in staan, denk ik. Kijken, wat is de hoogste jungleboom die we kunnen zien? Even kijken, deze is wel heel erg hoog. Deze, kom. Laten we hier gewoon omhoog gaan. Oh, Giel, ik hou van hoog. Goed zo. Dat is fijn. Want we kunnen ze zien namelijk. Ja, inderdaad. We moeten ze echt eventjes gaan spotten. Want ze mogen niet nog een keer gaan ontsnappen. En nu moeten we ze echt uitschakelen. We gaan niet eens met ze praten. We gaan ze gewoon schieten, oké? Ja, ik zit vast. Ik zit ook vast. Mick, dit is de kleine gat. Ja, okay, zo, hoppa. Ja. Oké, Mick, maak je eventjes een trappetje zo. Oh, nee, niet naar beneden vallen. Nee. Ik dacht, ik laat je even schrikken. Oké, maakt niet uit. Kom, omhoog. Oké, goed zo. Hier, alsjeblieft, pak even wat kippetjes. Ik heb helemaal geen honger, Giel, maar dankjewel. Oké, ik dacht, kijk dat dan! Ja, dat had ik al gezien, maar dat is al best lang zo, hoor. Dus ik snap niet wat daar gebeurd is, maar misschien dat ze daar ooit van plan waren om een bunker te maken of zo, maar... Wacht, Mick, ik denk dat we eventjes een boom verder moeten gaan, oké? Zo kunnen we ze niet heel erg goed zien. Ik durf wel vanaf hier te springen. Hop! Ja, anders dan kost het ook veel te veel tijd, hè, Mick? Oh, ja, precies. Even kijken. Ik ga hier zo eventjes een trappetje maken en dan gaan we gewoon over die bomen proberen deze kant te gaan. Nee, ik vind het echt niet eng, Mick. Kom op. Ja, maar jij bouwt een brug. Een brug? Ja, maar dat is toch makkelijk, want ook rondlopen in de jungle is moeilijk of zo. Vind je het hoog, Giel? Durf je niet te springen? Nee, ik vind het niet te hoog, Mick. Ik heb echt geen hoogtevrees of zo, hoor. Heb je geen hoogte? Nou ja, als iemand geen hoogtevrees hebt, dan ben ik het wel. Nou, oké. Kijk maar gaan dan. Wow! Als ik val, maakt me niet eens uit. Oké, is goed. Even kijken. Hoppa, kijk. Oh, dat was wel skills, zeg je. Ja, dat was echt skills, Mick. Niet normaal. Kijk dan. Wat doe je nou? Ik ben op de volgende boom al. Oh, oké. Goed zo. Even kijken. We moeten daarheen. Die grote boom. Ja, veel hoger. Die is veel hoger. Daarom, daar gaan we heen. Je houdt van hoogtes, toch? Dus dat komt wel goed zo. Ja, anders kan je ze niet zien. Nee, precies. Deze boom wordt het. Deze? Ik heb... Oh. Deze. Maar goed dat je mij die kip hebt gegeven, Giel, met al die fall damage. Ja. Dat vind ik dus ook. Ik vind het echt een geweldig kippetje, man. Het is wel... Au. Die voel ik zelf naar beneden. Oh, dat deed oprecht best wel veel pijn. Oké, ik ga hier omhoog. Ik was zo bang toen hij naar beneden viel, toch wel? Weet je wel? Ik was echt ontzettend bang. Ja, ben jij een beetje bang voor hoogtes? Ja, blijkbaar dan toch wel een beetje, weet je. Ik schaam me eigenlijk best wel om het te zeggen, maar gelukkig heb jij geen hoogtevrees, dus
dus dat scheelt. Nee, 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 zeker niet. Even kijken. Zo. Hoppa, hoppa, kijk, we zijn er. Let's go. Oké. Dan vind je dit helemaal niks, Gio. Mick, ik zag ze toen net daar zo een beetje over die resten van het kasteel heen lopen, of wat het ook moet zijn. Waarom was jij hier überhaupt? Ja, om die blokken te halen. Ja, waarom? Ja, omdat jij mijn huis scheel had gemaakt. Dat zeg ik ja, toch maar net. Ja, maar denk je niet dat ik die paarse blokken dan gewoon heb? Die heb jij gewoon. Ja, tuurlijk. Ik heb en die heb je niet gehakt. Nadat je hebt geprankt even gedacht van, joh, die geef ik nou, even terug of zo. Jij kan gewoon langskomen, hè. Ik dacht dat je boos was. Oké. Nou, Mick, wat we gaan doen, we gaan gewoon... Ja, ik zit er al een tijdje te kijken. Ik zie nog geen gemene Mick en Giel. Ik denk dat we er gewoon even heen moeten lopen. Maar voordat we dat doen, heb ik toen net van de pro echt super sterke potions gekregen. Dus weet je wat we doen? Maar, we drinken die even... Ik heb een idee nog. Misschien moeten we nog hoger. Nog? Oké. Ja, is goed. Prima. Kijk, zo op. En kijk, nu zijn we echt hoog, hè? Ja. Nu zijn we echt super hoog. Kom, laten we een beetje een platformpje maken inderdaad. Zo, hoppakee. Oké, dit is... Nou kunnen we ze echt goed zien. Oké. Potions, zei je? Ja. Dit zijn de meest sterke potions die er zijn, zei de pro. Dus hiermee gaan we ze sowieso kunnen verslaan. Oké, hier, kom. Is het een nieuw soort potion of zo? Oh, wacht, hier, pak hem. Oh. Ja, dit is een nieuw soort potion. Nieuwste creatie van de pro. Dus ik zou zeggen, drink gewoon op. Haha! Oh, Mick, vind je het een beetje hoog hier? Giel! Ja, wat is er? Ja, wat is er nou ineens? Nee, ik ben... waar is mijn pickaxe? Nee. Hey, Mick, dat ga ik niet doen. Oké. Oh, nee. Oh, nee. Dat is nog steeds best hoog hier, Mick. Oh, ja. Ik moet snel naar beneden. Nee, Mick. Hey, Blijf staan. Anders heb je een heel groot probleem. Ik durf niet eens naar beneden. Mick, dat was eigenlijk helemaal geen sterke posters. En gemene Mick en Giel, die zijn er helemaal niet. Want je hebt een hoogtevrees potion ingenomen. Ja, nou, dat boeit me ook niet eens dat hij er is. Ik wil naar beneden, Giel, maar ik durf niet naar beneden. Wil je naar beneden? Ja, het liefst wel. Ja, nee. Oké, ga je gewoon naar de grond kijken. Kom even naar beneden dan. Kom dan. Kijk, ik ben beneden. Dat is fijn, hè? Je bent vast heel erg jaloers op mij. Nee, ik blijf hier lekker in het hoekje staan totdat die potion is uitgewerkt. Mick, kom eens naar beneden, joh. Kom je halen, nee, hoor. Dat wil kom ik je niet. Halen. Nee, dat ik wil ik niet. Ik kom je halen. Ik blijf hier lekker in het hoekje staan. Biem. Au, je hoeft me niet te slaan. Nee, ik schoot je. Hier, hoppakee. Doei. Oké, ik ben beneden. Ik ben beneden. Je hebt niet door dat we nog steeds op een hele hoge berg staan, hè? Wat? Hier, nee. Doei. Doei. Nee. Oké, nee. Dit is zo grappig. Mick, waarom ben je nou zo bang ineens? Wat is dit? Oh, nu ben ik niet meer bang. Ik ben gewoon in het water nu. Nou, volgens mij is je potion ook uitgewerkt. Waarom zou die pro dit ooit maken? Nou, omdat jij tegen mij had gezegd, terwijl je maar aan het pranken was, dat de pro achter de ontploffing van mijn voordeel zat. Dus daarmee heb ik hem een soort van overgehaald om die potion voor jou te maken, zodat ik je even een keer terug kan pakken. Want je hebt me zo wat geprankt de vorige keer. Ik vond het wel nodig. Ik zweer het je, ik ga die pro terugpakken. Klik hier om te zien wat voor pranks Mick in de vorige video allemaal op mij heeft gedaan. En ga deze video zeker checken, want de pranks konden echt niet meer. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op het kanaal van Mick om op de hoogte te blijven van alle survival video's. En dan zie ik jullie morgen hopelijk weer terug bij een nieuwe video, mensen. Doei doei!